Hallo allemaal, mijn naam is Nathalie. Zijn jullie allemaal klaar voor een nieuw verhaal? Ik ga jullie een verhaal voorlezen over een mannetje dat het heel koud heeft. En het heet Mannetje Jas. Er was eens een mannetje dat het altijd koud had. In de herfst, in de winter, in de lente en zelfs in de zomer als buiten de zon scheen. Altijd zat hij in zijn huisje naast zijn rood gloeiende kachels te bibberen. Bezoek kreeg het mannetje nooit, want het was zo stikheet in zijn huis dat geen mens het eruit hield. Dus zat hij dag en nacht in zijn eentje te klappertanden en te koukleumen. Naar buiten durfde hij niet, daar was het nog killer dan binnen. Op een dag toen het mannetje weer eens rillend wakker werd, had hij er genoeg van. Hij deed 3 lange onderbroeken aan en 3 wollen hemden, bond een warm waterkruik op zijn buik en trok er 4 dikke truien over aan. Zo ging hij op weg naar de winkels in de stad. Ik zoek een jas, zei het mannetje bevend tegen een verkoopster in de jassenwinkel. De dikste die u heeft. En even later vond hij precies wat hij zocht. Ik neem er 3, zei hij. En ik doe ze over elkaar aan. Maar hij wist de winkel nog niet uit of hij had weer het gevoel op de Noordpool te zijn. Hij ging naar de markt en kocht daar dekens van de warmste schapenwol. Bij een kleermaker liet hij er zoveel mogelijk jassen van maken. Hij trok ze allemaal aan over de jassen die hij al aan had. Op straat keek iedereen zijn ogen uit. Een mannetje met zoveel jassen aan, dat hadden ze niet eerder gezien. Mannetje jas, riepen de mensen. Je ziet blauw van de kou. Ze gingen thuis kijken of ze nog oude jassen over hadden. Die trok mannetje jas allemaal aan. En toch bleek hij tot op zijn botten verkleumd. Bibberend liep hij weer naar huis, naar zijn warme kachels en een hete pot thee. Maar toen hij naar binnen wilde, bleef hij steken in de deuropening. Met al die jassen aan paste hij zijn eigen huis niet meer in. Ijskoude tranen rolden over zijn wangen, terwijl mannetje jas zijn hoofd over de kragen van zijn jassen naar binnen trok. Nu waren zijn jassen een huisje geworden. Mannetje jas maakte een vuurtje op de grond tussen de panden van zijn jassen om het niet meer zo koud te hebben. Toen de mensen het jassenhuis zagen, bleven ze verbaasd staan te kijken. Er kwam zelfs een journalist foto's maken, die op de voorpagina van de krant werd gezet. Daarna kwamen er elke dag meer mensen het huis bewonderen. Mannetje jas, riep een van hen op een dag. Ik moet je iets heel bijzonders laten zien in de stad waar ik vandaan kom. De man takelde het jassenhuis op een vrachtwagen en reed naar de snelweg. De mensen langs de kant en in de auto's keken hun ogen uit, want zo'n bijzondere verhuizing hadden ze nog nooit gezien. Ogen dicht, zei de man toen de vrachtwagen eindelijk stil stond. Toen mannetje jas zijn ogen opendeed, kon hij niet geloven wat hij zag. Voor hem stond net zo'n jassenhuis als dat van hem. Hier woont vrouwtje jas, zei de man. Hij pakte een van de mouwen van het jassenhuis en riep door het gat: Vrouwtje jas, bezoek! Even later kwam er een hoofd tevoorschijn. Het hoofd van een vrouwtje. Haar mond viel open van verbazing. Vrouwtje en mannetje jas hadden natuurlijk heel veel om over te praten. Elektrische dekens, heet waterkruiken, oorwarmers, warme chocolademelk, hoogtezonnen, bontlaarzen. Opeens zei vrouwtje jas, het is raar. Maar het lijkt wel of ik het een beetje warm begin te krijgen. Ik voel een zweetdruppel op mijn voorhoofd. Nu je het zegt, zei mannetje jas. Ik heb het ook niet meer zo koud. En terwijl ze verder kletsten, gooide ze jas na jas uit. Een paar uur later hadden ze ieder nog maar 2 jassen aan. En klappertanden deden ze al lang niet meer. Wat vind je van mijn huis? Vroeg het vrouwtje. Ik kon niet meer door de deur met al die jassen. Maar nu lukt het weer. Ik voel me helemaal thuis, zei het mannetje. Het duurde niet lang of het mannetje haalde de spullen uit zijn eigen huis en trok bij het vrouwtje in. Elke dag zaten ze urenlang te kletsen op het bankje vlakbij haar huis. En aan de kapstok hingen nog maar 2 jassen. Een vrouwtjesjas en een mannetjesjas. Dat was een leuk verhaal. Jullie gaan zo lekker slapen, maar eerst
gaan we de lichtjes uitblazen. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Welterusten allemaal.